Oh ja, 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 natuurlijk. Ja. Jullie maken het wel heel erg spannend, inderdaad. Hallo allemaal, ik ben Stephanie van Eer en je kijkt naar de allereerste aflevering van de Jongens tegen de Meidenquiz. De muziekquiz waar de sterren strijden voor eeuwig roem. En vandaag speel ik dit spelletje met Senna Bellet. Yay! En Mannes Bakker. Je kan thuis natuurlijk ook gezellig meedoen, dus doe dat ook vooral. Senna, ja. Mannes, welkom. Superleuk dat jullie hier zijn. Ja. Senna, we kennen je natuurlijk van YouTube. En Mannes, we kennen jou van het Junior Song Festival. Ja. Maar jij doet dus nu ook mee aan We Want More. Zeker. En je zit in de halve finale. Ja. Hoe is het om daarin mee te doen? Nou, het is echt heel bijzonder. Ik had nooit gedacht dat ik naar de halve finale zou gaan. Nee. Oh, snap ik. Ja, het is nou, echt heel veel succes nog. Dankjewel. Hopelijk kom je in de finale. Hè? Dat zou wel extra leuk zijn. Hey, en Senna, jij weet natuurlijk heel erg veel van YouTube. Maar denk je ook een beetje te weten van de muziek van tegenwoordig? Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Wat is je muzieksmaak? Ja, ik luister wel echt van alles, maar ik vind Nederlandse hiphop ook wel gewoon echt leuk. Oh, dat ja, luister okay. ik ook af. Nou, dat vinden de kids ook wel leuk, dus misschien zit je wel goed. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Zeker. Ja. Oké, okay, ja. Want wie er wint, de winnaar, die komt op deze hele mooie winnaarsmuur. En na 5 weken weten we wie er sterker zijn, de jongens of toch de meiden. Dus pak de tablets maar. De quiz bestaat uit 2 rondes. We beginnen natuurlijk met de eerste ronde. Dat zijn allemaal meer keuzevragen. En ronde 2, dat zijn luister- en kijkvragen. We beginnen met de allereerste ronde. En die ronde die bestaat uit 3 meerkeuzevragen. En je kunt dus swipen tussen A, B en C. En de laatste vraag is 2 punten waard. Oké. Okay, je hebt 10 seconden bedenktijd, dus moet goed komen, toch? Oké. Okay, okay. Ja. Okay. Spannend. Dan is hier vraag 1. We hadden het net over de talentenjacht, We Want More. Maar aan welke talentenjacht heeft Davina Michelle meegedaan? A, The Voice, B, Idols of C, X-Factor? De tijd loopt, jullie mogen gaan swipen. Oh, jullie weten het al, lijkt net. 3, 2, 1. Stop de tijd, jullie mogen de antwoorden laten zien. Ja! Had je ook, oh jullie hebben, ja! Nou, jullie hebben het allebei goed. Inderdaad, Idols. Wat goed. Oh, jullie hoeft ook helemaal niet lang na te denken. Nee, dat wist nee jij gewoon. Ik wist hem echt gelijk. Ja. Nou, dat was een soort van opwarmronde vraag dan. Nou, fijn. Oké, het staat 1-1. Laten we maar gelijk doorgaan met vraag 2. Ja. Meisje Jamila maakt naast YouTube-video's ook muziek. Welk liedje die ik nu opnoem is niet van haar? A, Wild, B, Brickwall of C, No? Jullie mogen gaan swipen. Oeh, mannen vinden het een beetje lastig. Oké, okay, ik zit te twijfelen. 3, swipen, 2, 1. Stop de tijd. Jullie mogen de antwoorden laten zien. Ja. Senna, wat heb jij? C. C ook? Het is weer goed. Het is antwoord C, No. Wist je, jij moest wel, was het zo'n ja, gokje? Nou, ik wist zeker dat ze Brickwall wel had. Ja. Maar die andere twee wist ik niet zeker. Ja, maar ik denk, het was een gokje. Nou, wat goed. Je hebt toch lekker een punt te pakken. Nou, nice. Zijn jullie trouwens fan van iemand? Toen nou, eigenlijk van niet Jamila? Echt. Nee, ik ben ook niet echt fan van iemand. Nee, ook niet van de Kids op 20. Oh, ja, natuurlijk. Ja, oké, precies. Ja. Oh, ik dacht al. Oké, nee, dan is het prima. Dan staat het nu 2-2. En we gaan nu naar de laatste vraag van de eerste ronde. En die is 2 punten waard. Nee. Dus zet hem op. Oké. Okay. Dit is een moeilijke, denk ik. Ik lees 3 zinnen op en 1 van die zinnen komt uit een heel bekend liedje van Snelle. Maar welke zin is dat? A. A. Ik zet alles op alles en zie me lachen als laatst. B. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. Of C. Ik heb een week hierop gewacht, je zit nog steeds in mijn gedachten. Maar welke swipen. Is niet van Snelle? Wel. Welke is wel van Snelle? Oké. Okay. Nog 3, 2, jee. Stop de tijd, jullie mogen de antwoorden laten zien. A, en A. A. En dat is weer goed. Nou, dit was helemaal niet moeilijk. Jullie hebben gewoon alles goed. Yes. 4-4, dat is gewoon de eerste tussenstand. Spannend. Jullie maken het wel heel erg spannend inderdaad. Ja, dat nummer, dat komt, of die zin die komt uit het nummer Reunie. Ja. En B was van Maan, ze helpt en ze lacht. En C is Mathieu, Dans met jou. Ja. Oh ja. Wisten jullie dat ook?
Ja. Ja, die B wist ik wel, maar de C wist ik niet dat die. Nee, maar ja, ik natuurlijk wel. Ja, precies. Oh, wat goed zeg. Nou, laten we maar doorgaan dan met ronde 2. Nou, welkom in ronde 2. Jullie zien allebei een tamboerijn voor je liggen. Ja. En zometeen horen we dus, of zien we, luister- en kijkvragen. En als je denkt te weten wat het antwoord is, dan mag je aan dat ding schudden. En wie ik het eerst hoor, die mag antwoord geven. Okay. Maar heb je het fout, dan gaat de beurt naar de tegenstander. Heeft je tegenstander ook fout, dan heeft niemand een punt. Oh, oké. Duidelijk? Ja. Ja, oké. De laatste vraag is weer 2 punten waard. Maar doe gewoon sowieso je best bij alles. Ja. Oké. Vraag 4. Welke zanger of rapper hoor je hier? Oké, Senna heeft geschud. Lil Kleine. Ja, wat goed. Weet je ook welk liedje? Joanne. Ja, heel goed. Ja. Ja. Wauw, die was wel een beetje moeilijk, hè? Ja, die was lastig. Ja. Okay, die vond ik ook wel een beetje lastig. Het staat nu 5-4. Yes. Kom op, hè. Ja, komt goed, hoor. Oké. Dan gaan we door naar vraag 5. Welk muzikaal stelletje zie je op de foto? Mannes! Suzanne en Freek. We gaan kijken of dat goed is. Ja, dat is goed! Yes. Oh, jullie maken het spannend! 5-5. Laatste vraag voor 2 punten. Je hoort het begin van een liedje. Van welk liedje is deze intro? Ik weet het al! Oké. Ik heb het gehoord. Dance Monkey van Tones and I. Dat is goed! Yes! Gefeliciteerd! Oh, yeah. Je hebt gewonnen! Oh, yes. Senna! Ik wil heel even een repeatje van Senna. De besefmoment dat ze het wist. Fantastisch! Ik moet echt even nadenken. Oh, op het nippertje. Ja, maar echt wat spannend. De allereerste aflevering en dus zo spannend al. Mannes, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt dit eeuwige roem? Heerlijk. Mannes, jouw mooie foto, die hangen we op deze winnaarsmuur. En ik hoop voor je dat je mannelijke, wat is het, collega's. Ja, zoiets. Ja, toch wel. Laat het zo noemen, ja. Dat ze ook gaan winnen, want dan hebben jullie gewonnen. Senna. Ja. Jammer, maar je hebt het wel echt heel erg goed gedaan. Ja, last minute ging ik zo net een beetje fout, maar ik heb wel nog een soort van leuk troostprijsje, maar ook voor jou hoor, man. Oh, gelukkig. Ik zal het even pakken. Super lekkere jongens tegen de meiden chocola. Ja, leuk. Nou, vonden jullie dit leuk? Heel erg leuk. Ja? Okay. Ja. Nou, als jij dit nou ook een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En laat even in de comments weten hoeveel vragen jij er goed had. Kijk volgende week weer, want dan zie je hier Jannes en Stefania. Doei! Doei.